Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met wisselende wolkenluchten en af en toe breekt vanmiddag de zon eventjes door. Er vallen met name buien langs de kust en verder landinwaarts, maar vanavond beperken de buien zich tot kustprovincies. Landinwaarts verdwijnen de meeste buien. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en zijn er brede opklaringen landinwaarts. De temperatuur daalt tot net iets boven nul met lokaal vorst aan de grond. Morgen trekken de buien van het westen naar het oosten van het land. In de middag is kans op hagel en een klap onweer en het wordt 9 tot 11 graden bij een zwakke tot matige wind vanuit het westen tot noordwesten. Vrijdag trekt er een storing voorbij met veel bewolking en enige tijd regen. Het wordt 9 tot 13 graden en de wind trekt flink aan. In het weekend zien we de zon weer eens, maar er vallen vooral in de middag ook een paar buien bij een temperatuur van 11 tot 13 graden. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.nl.